Een hele goede middag vanuit Overwallis. Ik keer niet in Termen of in Roswald. Ik sta nu op de Simplonpas. Althans, een beetje hoger dan de Simplonpas. Pak een beetje zo op 2200 meter. En achter mij zien jullie het Simplongebied. 3000ers. En dan nog verder achter de 4000ers. Daar ligt Saas-Fee en Zermatt. Ja, het is hier een schitterend gebied. En vooral nu. Nu het overal zo enorm druk is, op die kleine skigebiedjes hier ook, heel veel Fransen en buitenlanders. Daar moet je gewoon erop uittrekken en die rust opzoeken, die rust in die bergen. Ja, en die vind je bijvoorbeeld hier in het Simplongebied. Een heel uitgestrekt gebied, altijd veel sneeuw, er ligt hier. Nou, ik pak een beetje tussen de 1,5 en 3 meter sneeuw, hogerop natuurlijk, die 3 meter. Ja, en na die sneeuw van gisteren is weer een paar centimeter gevallen. Ja, is het vandaag heerlijk weer. De zon schijnt volop. Geen wolkje aan de hemel. En afgelopen nacht koelde het in die Alpen enorm af. Min 25 graden in die hogere dalen. Ja, we hadden dat al een paar dagen geleden aangekondigd. Dat als het dan gaat opklaren, het ook heel koud zou gaan worden. Dat we in die diepvries geraken. En dat is nu gebeurd. En ook komende nacht zal het weer heel erg koud gaan worden. Ik verwacht eigenlijk wel. Hier en daar temperaturen die denk ik onder die min 30 graden gaan uitkomen. Moet het natuurlijk wel onbewolkt blijven. Maar dat zit er wel in en ik denk ook morgen nog. Ja, in Nederland nog steeds pech met die sneeuw. Het wil daar maar niet lukken in deze winter tot dusver. Beetje natte sneeuw hier en daar bleef dat een beetje liggen. Maar al met al toch nog weer net iets te warm. En die neerslagactiviteit was weer net iets te gering. Waardoor je net weer niet genoeg neerslagafkoeling kreeg. Ja, opnieuw weer een fiasco, laten we het maar zeggen. Hopelijk wordt het in de loop van de volgende week dan weer wat beter. Er zijn weer signalen dat het toch kouder gaat worden. We weten nog niet precies hoe. We zitten nog steeds, dat is al een hele tijd geleden dat ik dat heb aangekaart, met dat lage drukgebiedje wat bij Groenland ontstaat in het weekend. De modellen hebben er heel veel moeite mee. In eerste instantie zou dat dus naar het zuiden gaan trekken, naar de Noordzee. En dan zou die koude lucht erin gaan komen. Dat werd later dan weer verlaten. Het zou naar het oosten meer gaan trekken. Dan zou dat hoge drukgebied er meer inschuiven. Zachtere lucht. Dan krijg je meer een zonaal karakter. Ja, en de afgelopen 2 dagen zagen we toch ook wel weer signalen dat het wat meer naar het zuidoosten trekt. En die koude lucht die eigenlijk helemaal niet zo ver weg is. Heel Scandinavië komt in die koude lucht. Ook de Baltische Staten, Polen, delen van Duitsland. En als die wind dan maar 1 keer naar die noordoosthoek gaat draaien, ja, dan valt die koude lucht zo binnen. TCMWF liet dat vanmorgen al een beetje zien. Dat die isotherm op T850, dus op 1500 meter hoogte, dat die al tot over Nederland door gaat komen. Of het uiteindelijk zal gaan lukken met die koudere lucht. Of dat toch die Atlantische Oceaan het gaat winnen. Het is allemaal nog heel onzeker. Maar zeker voor de winterliefhebbers nog geen verloren zaak. Ja goed, hoe dat allemaal verder gaat, dat gaan we natuurlijk vervolgen op de site. In de updates op Twitter, op de sociale media, Facebook, Instagram, noem het allemaal maar op. Dus ik zou zeggen, blijf volgen. En natuurlijk, zodra er zich iets belangrijks gaat voordoen, zijn we er wel als de kippen bij. Ik ga nog even met de sneeuwschoenen hier naar beneden wandelen, naar de auto en dan weer terug naar Termen. Dat is zo'n kwartiertje rijden. Ja, het is hier zoals gezegd echt schitterend. Temperatuur min 7 graden, maar met die zon erbij. Zolang die nog schijnt, is het eigenlijk helemaal niet zo koud. Zodra die daaronder gaat, dan moet je hier wegwezen. Dan zakt het hier zo tot de min 15, misschien nog wel lager. Oké, vanuit de Simplon in Overwallis, allemaal een heel fijne dag. Blijf volgen en graag weer tot een volgende keer. Ciao!